Nou, het is vandaag zaterdagochtend. Het is bijna 9:30. Ik ga even de paardjes eten geven. Oh, hij die gaat buigen. Dat doet hij elke ochtend. Ik weet ook niet waarom. Hier is Darko. Hallo. Nou, en we gaan vandaag met Eddy bij Lotte Meulendijks lessen. Dus we gaan Eddy helemaal schoonmaken en zijn voetjes wassen. Helemaal met een washandje poetsen. Ja. En Shelby, die heeft vandaag een vrijdag. Misschien gaan we morgen naar het bos. Ik heb hier mijn spullen liggen. Ik heb het zaal al schoongemaakt en de singel. Ik ga mijn nieuwe dekje aandoen. Of ja, opdoen. En ik heb het hoofdstel ook al schoongemaakt. Dus die glimt alweer helemaal. Nou, alleen nog mijn laars en mijn sporen. En misschien mijn cap ook nog. Maar ik denk niet dat hij heel vies is. En de paardjes. Daar is Luna. De paardjes hebben al hun eten op. Nou, Shelby is nog aan het eten. Oh, hoor je niet? En Eddy wil heel graag naar buiten. Dus gaan we dat eerst even doen. En dan ga ik zelf wat eten. Dan gaan we laarzen schoonmaken. En dan gaan we Eddy schoonmaken. Van de les. Het ging echt heel goed. En dan gaan we nou Shelby nog eventjes trainen. Ja, en Eddy en Darko zijn in de bij aan het rennen. Shelby is ook klaar. Ze heeft heel goed gedaan. Met Shelby zijn we ook een beetje naar de L-proef aan het rijden. Dus we zijn heel erg aan het wijken aan het oefenen, omdat ze gewoon niet kan wijken. Nu kan ze het wel eigenlijk al veel beter. Het is gewoon hoe langer je daarmee bezig bent, hoe warmer ze wordt, hoe makkelijker het eigenlijk is. En bij Shelby past het dekje ook echt heel erg mooi. Hij blijft nog beter liggen dan bij Eddy. Maar zoals je ziet heeft ze een beetje een eetbuikje. Omdat ze iets vaker stil heeft gestaan. Dus bij haar is het heel... Ja, is het helemaal niet zo erg. Maar... En haar kontspieren zijn een beetje weggezakt. Het is wel echt al beter, want het was echt erger. Dus over haar bouw... zijn we wel meer tevreden dan eerst. Want het was eerst echt zo'n kippetje. Het is nu wel echt al veel beter. Dus dan gaan we Shelby even afzadelen. Als ze mee wil.
Kom. Kom maar. Kom maar, poepie. Goed zo. Kom maar. Oh ja, ik zie gras daar. Ja. Kom. En hier staat Darko. En daar is Eddy. Eddy mocht even zonder deken. Kon die even lekker rollen. Dat had hij wel verdiend na de les. Dan ga ik nou Selby even afzadelen. Het is zondagochtend. Het is 9 uur. Ik ga ze buiten zetten. Ze hebben allemaal eten gehad. Dan gaan we dadelijk met Selby naar het bos. Dus gaat mama ook nog een beetje. Eddy? Nou, Darko weet niet zo goed wat hij met de sneeuw aan moet volgens mij. Hij is al de hele tijd aan het kijken, maar... Eet je sneeuw? Eet je sneeuw? Kom. Kom. Kom, kom. Nou, ik heb Selby zijn zadel en zo al gepakt. Dus dan gaan we haar nou poetsen en dan gaan we naar het bos. Along the way out, who had no name, we trade a line in our own lane. It's a sit down hallway, and I don't feel I know what hope is. What is this place? Take these things away from me, the useless bits I'll never need. Stop my breath so I'll be free. I won't stop till I found you. 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 This pain and all your pity, you know you get your way. Suppose you've never cared much, but who could be blamed? Be with the fools and fakes, trapped outside beneath the shame. I'm a lonely one along the way.